Ik heb een verrassing voor jullie. Ik heb een top geschakeld. En voor heel veel mensen is dit een de KVK-kans. Hij is heel veel werelddelen. Heel veel landen kennen ze inmiddels. Ze reist regelmatig over her en der. Ik weet ik veel waar ze allemaal is. Maar ik mag jullie met alle plezier voorstellen aan Dina Bedienen. Die komt eventjes aan woord doen. Willen jullie eventjes plaatsmaken? Dankjewel. Dag Dina, hey. Welkom bij ons in de uitzending. Dankjewel. Ik heb trouwens ook hier in de hand van jou een nieuwe. De nieuwe CD, Marna Mint. Nog een keer? Marna Mint. Marna Mint, dat zijn twee woorden door elkaar geloof ik. Ja. Mag ik zeggen, want ik moet mijn Nederlands houden. Maar ik moet je zeggen, geloof ik. Marna Mint, dat is de Kapverdiaanse traditionele muziek. En Mint is, kan je zeggen, gedachten. En dit album is een beetje mijn Marne gedachten. Ik kan ook denken op zo langzaam, Marne Mint. Marne is wat we inmiddels al kennen. Is de megalieke Cavendiaanse gezang. Waar heel veel gevoelens naar boven komen. Heb je het erover? Ben je erover aan het zingen? Krijg je heel veel kippenvel. En in jouw gevoel is het dat je... Dat je heel de tijd in zo'n roes was, in zo'n kippenvel. En daar is dit soort ontstaan? Nou ja, de Marne, dat is gewoon een muziekstijl die ik heel mooi vind. En die ik ook heel makkelijk vind om over te brengen. Het is niet makkelijk om over te brengen, maar het ligt mij. En vandaar dat ik het ook heb genomen, zeg maar. Ik heb het omarmd. En ik heb er een beetje mijn touch aan gegeven. En vandaar Marne met Marne gedachten. Want het zijn niet alleen maar rustige nummers. Maar de nummers die erop staan, die hebben allemaal wel een beetje het gevoel van traditie, zeg maar. Dus eigenlijk kom je met van datgene als jij als Nederlandse Cavendiaanse het gevoel wat jij voelt, dat ben je nu aan het transporteren aan het publiek eigenlijk. Niet alleen de Cavendianen, maar ook de Nederlandse. Dat is het publiek. Ik heb geprobeerd het een beetje toegankelijker te maken voor niet alleen Kaapverdianen, maar ook voor mensen van de hele wereld. En ik moet ook zeggen, voor jonge Kaapverdianen onder ons, vind ik het ook wel leuk als zij ook een beetje meer van onze cultuur meekrijgen. Ja, want nou je het zegt, het gaat steeds verder naar rap en blues. Want eigenlijk, ja, blues, jij zingt eigenlijk ook zo blues. Maar dat is de Cavendiaanse blues. En je ziet dat de jongeren dat eigenlijk een beetje laten. Rap, hip-hop, al die andere muziekstijlen vind ik hartstikke leuk. Alleen ik vind het wel ook belangrijk dat onze muziekstijl nog een beetje levend blijft. En aangezien ik het leuk vind om het te zingen, waarom zou ik dan niet proberen om dat levend te houden? Er zijn nog heel veel mensen daar buiten die blijven. Want Marne is onze traditie. Marne is datgene wat ons doet in een 200 graden, 200 meter beneden waterpeil. En daarom doe ik het dus ook. Ook voor de mensen die het weten en appreciëren al, wil ik het ook in stand blijven. Maar ook natuurlijk voor de mensen die het niet kennen, wil ik ook proberen het te maken. Nog even terugkomen op blues. Wat is nou die tijd zo blue? Ik kan me heel goed voorstellen dat je... Ik ben in deze persoonlijkheid. En het is af en toe wel leuk om in te verliezen. En dat doe ik vaak op... Dan verlies ik me...
muziek. En daar al mijn emoties af. En dat probeer ik ook op het publiek. Terug van het publiek? Van het publiek gelukkig, ja. Precies, ja. Ja, niet zit uitgebracht. Wanneer die is eind uitgebracht. Ik heb al veel meegedaan omdat het een opleiding. En die heb ik afgerond. En nu ben ik weer klaar om mijn cd goed te gaan. Oké, dus ik heb al een stukje naar mij. Maar het gaat er heel veel van die naar beneden. Ja, ja. En waar ben je wat te bedenken? 11 juni is op een zaterdag. Met een paar nummers in de Doelen. Dus staan voor een weekje. Eigenlijk. Laat ze in de Doelen. Van Bergen volgens mij. Een heleboel. Dus toe te gaan. Oh, niet alleen maar te zien, maar ik geloof het. Ja, precies. Je hebt een je autobiografie. Mijn biografie heet www.dien.nl. Je kan me volgen op Twitter, Facebook en ja, je kan me ook waar ik mee bezig ben. Facebook. Oh. Ping. Misschien mag ik. We zullen zien.